wijfjes is de zorg niet dat ze beducht worden. Want dat gebeurt, daar ontsnappen ze niet aan. Het is alleen, wie doet het? Waarom gaan vogels met lange staarten vaker vreemd dan concurrenten met korte staarten? De Universiteit van Nederland presenteert primatoloog professor Dr. Jan van Hoof. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes, zo noemen we ze nou eenmaal, die twee varianten, is dat vrouwtjes over het algemeen met eieren zitten, met bagagerijke beginselen, terwijl het mannetje eigenlijk alleen maar een machientje is dat op zoek is met zijn erfgoed om dat te bevruchten. En dat betekent ook dat de strategieën die ze zullen volgen, dat die verschillend zullen zijn. En dat zien we prachtig geïllustreerd wanneer we kijken naar deze twee dieren. Hier ziet u zeeolifanten. Die leven op de kusten van Patagonië, dat wil zeggen ze leven in zee, maar eens per jaar dan komen ze op de kusten van Patagonië bij elkaar. En dan veroveren de mannetjes, die veroveren een groot stuk strand. En als ze dat hebben, en daar gaat dat behoorlijk aan toe, want wie wil niet een groot stuk strand? Zeker als je weet dat dadelijk alle dames komen. En dan gaat het erom, wie bevrucht die wijfjes? Er is een prachtig onderzoek gedaan door een aantal onderzoekers, Leboeuf en Reiter, doet er niet toe. Die hebben naar vaderschappen gekeken door zo'n kolonie waar die dieren elk jaar terugkomen op diezelfde stranden, te volgen en te kijken hoeveel nakomelingen de verschillende dieren hadden. En dan blijkt dat de mannen, zeeolifanten, 90% daarvan heeft nummer een nakomeling. Dat zijn dus evolutionaire nullen. Hoe aardig ze er ook uitzien, dat wordt niet voortgeplant in volgende generaties. Dat is dus niks. De 10% die overblijven, daar zitten erbij die 100 nakomelingen, 50 nakomelingen, 30 nakomelingen hebben. Een beperkt aantal verdeelt dat. Nu naar de vrouwen. Ook daar geldt dat 70% van de vrouwtjes nimmer een succesvolle nakomeling grootbrengt. Die verongelukken, daar komt niks van terecht of wat dan ook. Als ze het hebben, dan zijn er, die hebben wel 8 nakomelingen. 6, 5, 4. Kortom, wat ziet u? We noemen dat een onvoorstelbare variantie in reproductiesucces. Maar dat betekent automatisch dat de verschillende seksen geselecteerd zullen worden op eigenschappen die relevant zijn voor dat vergroten van hun voortplantingssucces. En als het nu zo is dat je met elkaar wedijvert op de stranden om een stuk strand veilig te stellen waar die wijfjes hun jongen willen werpen, dan gaat het er hard aan toe. En dat betekent dat we hier een verschijnsel zien bij deze dieren, dat noemen we seksuele dimorfie. Dat we zeggen dat de mannetjes een veelvoud van gewicht hebben van de wijfjes. Dat vinden we bij een heleboel dieren terug. Herten bijvoorbeeld op de Veluwe, die gaan, het zijn niet de hinders die met elkaar in de clinch gaan, het zijn de bokken die met elkaar in de clinch gaan. Ze hebben daar ook allerhande wapentuig voor ontwikkeld. En een heleboel dieren hebben slagtanden, dat hebben herten niet. Kijk, gorilla's die kunnen elkaar moeren leren met die geweldige hoektanden. Hé, wij hebben geen hoektanden meer. Wel eens afgevraagd waarom wij geen hoektanden meer hebben. Het zou toch zo handig zijn om elkaar een lekkere hak te kunnen geven. Want dat doen apen ook. Dan zeggen sommige mensen, ja, maar het is niet nodig, want wij hebben de vuistbijl ontwikkeld ongeveer een half miljoen jaar geleden. Nee, dat is het antwoord natuurlijk niet, want het zou best zijn, dan zouden die tanden nog steeds goed kopen. Nee, het zegt iets over onze levenswijze. Wij mensen kunnen malen, we hebben een maalgebit. Nooit over nagedacht, hè? Dat kan een chimpansee niet, kan een gorilla niet, geen enkele aap. Als die de kaken op elkaar zet, dan lokken de boven- en de onderslagtanden in elkaar. En dat is onwrikbaar. Wij zijn niet de enige. Koeien, paarden, neushoorns, alles wat maalgebitten heeft, heeft zijn hoektanden verloren. Vervelend, want hoe moet je een ander nou mores leren? Want daar waren ze toch voor. Nou, dat hert heeft er dit op gevonden, die heeft ze op zijn kop gezet. En die gebruikt ze zolang als hij ze nodig heeft in het voortplantingsseizoen, want dan moeten die andere bokken mores leren en daarna kunnen ze wegvallen. En bij de neushoorn zit hij hier en bij een koe zitten ze daar en bij een rund. Het zijn eigenlijk een soort slagtanden. Wijfjes kunnen het beste, als u er even over nadenkt, gewoon afwachten. En kijken wie het wint, want wie het wint, die mag.
En dat is een verdomd verstandige keuze, evolutionair. Want dan weet je tenminste zeker dat jij straks zonen krijgt die jouw erfgoed zullen voortplanten, die het waarschijnlijk ook weer zullen winnen in deze wedijver. Dus de wijfjes zitten met een hele makkelijke keuze. Laat maar gebeuren wat gebeurt. Voor wijfjes is de zorg niet dat ze bevrucht worden. Wat er gebeurt, daar ontsnappen ze niet aan. Het is alleen, wie doet het? Hier ziet u twee chimpanseemannen. En ik zou u willen vragen, wie van die twee, het zijn maatjes, buddies in de Arnhemse chimpanseekolonie, wie van die twee de dominante is? Zullen we er eens over stemmen? Wie stemt voor links? Wie stemt voor rechts? Nou, u weet in de wetenschap, de meeste stemmen gelden, dus dit is de juiste hypothese geweest. En dan wou ik eigenlijk aan de heren vragen, leeft u eens even in wat u hier ziet bij die rechtse? Inderdaad, de rechtse is, zoals wij dat noemen, de alfa in de club. De meest dominante man. Heren, ik zie hier verschillende heren trouwens op het eerste rij. Probeert u eens even. De onderkaak naar voren, ja? Onderkaak naar voren, ja? Dan de lippen op elkaar in een uitdrukking die wij de bulging lips noemen. Zo. En dan, heel belangrijk, ellebogen naar buiten. Ja, probeer maar. Blijf rustig zitten. Probeer maar duw die handen maar rustig opzij als het niet gaat. Ellebogen naar buiten. En nu, heren, het meest belangrijke, alle haren overeind. U begrijpt dat. U snapt dat. Want ergens is het ook onze taal. Dit is imponeergedrag. Laten zien wie je bent. Ga maar naar het winkelcentrum op zaterdag, daar zie je ze. Tatoeage, enzovoort, lopen ze daar. Maar dat is natuurlijk, beschaafde mensen doen zoiets niet. Dat beheersen we ons. Dus het is... We weten dat macht, controle, het vermogen anderen naar jou te doen schikken, dat ongelooflijk A, voor je rivalen buitengewoon intimiderend is, maar we weten ook dat het zeer aantrekkelijk is. En dat is iets wat alom geldt, vrouwen vallen op machtige mannen. Berlusconi heeft niet te klagen. En dan gaat er iets anders gebeuren, want dan moeten de vrouwtjes moeten proberen te ontdekken welke mannen goede genen hebben. Wat is een goede partner om mijn erfgoed mee te combineren? En dan zien we de meest bizarre verschijnselen optreden. Deze pauwhaan, u vindt hem prachtig, magnifiek. Hij beantwoordt aan onze ideeën van schoonheid. Maar het is natuurlijk helemaal niet voor u bedoeld, realiseert u zich dat. Het is voor een hen. Dus zouden hennen dit mooi vinden? Het is wel vreselijk dwaas. In experimenten is gebleken dat hennen, als je ze de keus geeft tussen hanen met een volle staart en hanen met een beetje mottige staart, dat ze gaan voor de haan met de grote staart. Maar we weten ook dat hanen met dat soort staarten een groot risico lopen om ten prooi te vallen aan tijgers en weet ik allemaal wat in hun leefgebied. Als het voortplantingsseizoen over is, gooien ze die rotte staart dan ook ogenblikkelijk weg. Belachelijk dus, die stomme staart. Waarom is die staart er dan? Nou blijkt uit de experimenten waar men een hennetje heeft gepaard met een haan met een mooie volle staart en een ander met een slechte, een beetje mottige, magere staart, dat de hen die gepaard heeft met die haan met een mooie staart meer kakers grootbrengt. Dat is interessant, want dat betekent dus blijkbaar dat de grote staart ergens voor staat. Hij reflecteert iets van gezondheid, et cetera. Maar het fenomeen zelf is natuurlijk zo belachelijk als het maar kan. Waarom zou je jezelf uitdossen met zo'n idiote staart? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, God, waarom doet dat vrouwtje niet verstandig? Ik ga straks met die haan, ga ik kuikentjes maken. Daar zitten mijn eigen haantjes bij, die straks groot zullen worden. Wil ik dat die in de klauwen van tijgers lopen? Laat ik verstandig zijn. Laat ik kiezen voor een haan met een korte staart die er goed uitziet. Heb ik al die bling-bling niet nodig? Kan niet, want het wijfje dat zo zou doen, het hennetje dat zo zou doen,
dat krijgt in een populatie waar het merendeel van de hennen gaat voor de bling-bling, straks zonen die uit de race rollen. Dus je ziet hier een wederzijdse versterking van het proces. Dat gaat door. Een prachtig voorbeeld is gebleken in onderzoek wat een tijdje geleden gedaan is door een Deense onderzoeksgroep. Die keken naar zwaluwen en bestudeerden een hele kolonie zwaluwen. En dit is de boerenzwaluw. En de boerenzwaluw heeft twee belachelijke idiote veren in zijn staart zitten. Een zwaluwstaart. Je kunt het best zonder, want de huiszwaluw en de gierzwaluw hebben gewoon een normale, ordentelijke staart. Goed idee dus, waarschijnlijk, dat dacht hij ook, dit is seksueel geselecteerd als een powerstaart. Als een overdreven kenmerk van kwaliteit. Wat deden zij? In hun zwaluwenkolonie van boerenzwaluwen kenden ze alle individuen, konden ze volgen over de jaren heen. En ze knipten, bij sommigen knipten ze een stuk van die staartveren af. Die maakten ze zo, kort. En bij anderen plakten ze er nog een pen op. En vervolgens gingen ze kijken hoe het met die beesten ging. Nou, aan die dieren is niks veranderd, aan hun kwaliteit niet. Maar toch waren er markante veranderingen. Degene met de normale staart, kon je uitrekenen, hoe lang duurt ongeveer een verlovingsperiode. De voorpaarperiode voordat het wijfje met het mannetje in zee gaat. Nou, die is ergens in de buurt van een 6-7 dagen. Heb je een mannetje met langere staartpennen, dan gaat het wijfje binnen 2 dagen met hem de kist in. Met andere woorden, zij vindt dat fantastisch. Nou kunt u ook raden wat er gebeurt met het mannetje met de afgeknotte staartveren. Die hebben door de bank genomen 13 dagen nodig voordat een wijfje besluit. En het zijn de overblijvende wijfjes die gaan met die vent. Nu, vreemdgaande vrouwtjes. Want ze zijn paren, hè? Ze vormen paren. Maar zwaluwen zijn ook maar zwaluwen, dus af en toe gaan ze vreemd. Wat zijn de mannetjes van de vreemdgaande vrouwtjes? Ja, natuurlijk, dat zijn degenen met de korte staarten. En degenen met de lange staarten, de mannen, de vrouwtjes daarvan, gaan veel en veel minder vreemd. Nog iets anders. In nesten paartjes met lange staartveren bij de man, daar worden meer jongen grootgebracht dan die met de korte staartveren. Hè, hoe kan dat nou? Want die man is van geen andere kwaliteit. Dat is gewoon, hebben wij erop geplakt, die staartveren. Dus dat heeft niets aan het wezen van die vent veranderd. Toch worden in dat nest meer jongen grootgebracht. Heeft alles te maken met het enthousiasme van de vrouw. Die werkt harder. Bovendien, ze heeft ook niet de behoefte om vreemd te gaan. En ze moet ook af en toe ook wel hard werken, want haar kerel gaat wel wat vaker vreemd. Maar dat is maar één deel van het verhaal, want er zijn nog hele andere strategieën die opduiken, onder andere omstandigheden. En ik zou u willen vragen, wie heeft er wel eens nagedacht over de bizarre aspecten van allerhande hofmakerij bij dieren? Want daar zien we de meest idiote dingen, maar ook bij onze eigen soort. Tongzoenen. Wat is dat nou toch voor een nutteloze en absoluut onsmakelijke en ook idiote bezigheid? Kunnen we daar iets van snappen? Heeft dat ergens, als we het evolutionair gaan bekijken, misschien een bestaansgrond? Nou, dat wil ik de volgende keer ook hebben.